knutselen. Welkom iedereen. Het is weer tijd om te knippen, kleven, knutselen. We gaan weer werken met iets dat we eigenlijk wilden weggooien. Christel, wat heb jij kunnen redden uit de prullenmand? Ik heb eigenlijk een hele goede daad gedaan. Want ik ben bij mijn oma op zolder gaan opruimen. En ik vond daar een paar spulletjes die ik zelf misschien niet direct in mijn huis wil zetten. Nee. Maar die ik ook niet wil weggooien. Dus ik wil er eigenlijk iets mee maken. Maar ik kom een beetje inspiratie halen bij jou, Karen. Oké. En je oma had ze toch niet meer nodig, hè? Nee. Zeker weten, hè? Zeker weten. Ziet er wel een beetje ouderwets uit, hè? Ik stel voor dat we hiervan een leuk snoepschaaltje gaan maken. Dat is fijn. Ja. En dan kan ik die terug aan mijn oma geven, kan ze daar al haar snoepjes op bewaren. We beginnen met een stevig bord. Neem het grootste van alle bordjes die hier staan. Je neemt porseleinlijm. Dat is hele speciale lijm. Die goed en snel droogt. Maar dan is dat toch wel een beetje gevaarlijk. Niet voor tussen de vingers. Zeker niet. Heel voorzichtig zijn. We nemen een glaasje. Niet te groot, niet te klein. Doen aan de onderkant de lijm. Ja. En die mag je in het midden van het bord kleven, Christel. Is dit het midden? Ja. Dat vind ik spannend. Zo, duwen? Ja. Hoe lang moet ik zo wachten? 5 minuutjes. Nee, je moet zo lang niet wachten, maar over 5 minuutjes zal hij goed vastplakken. Oké? Dan gaan we op de rand van het glas opnieuw lijm spuiten. Daarop gaat een bordje dat net iets kleiner is dan het vorige bordje. Deze? Ja. En onze eerste verdieping is al klaar. Wow. Dat ziet er wel leuk uit. Leuk, hè? Ja. Dan zou ik het allerkleinste glaasje nemen. Gaan we nog hoger maken? Nog hoger, maar telkens kleinere bordjes nemen, zodat we een piramide-effect krijgen. Oké. Go. En ook dat zal over 5 minuutjes droog zijn. Is het klaar? Is het klaar? Karen, het is klaar. De 5 minuutjes zijn echt voorbij. Oké, de 5 minuutjes zijn voorbij. En... wij gaan de test doen, maar thuis zeker nog eens kijken op de verpakking van de lijm hoeveel minuten dat die nodig heeft om te drogen. Bij ons was het 5 minuten. Hoe ga jij testen? Kijk goed. Oh, wacht even. Oei. 3, 2, Karen, 1. Ze mogen niet kapot. Tada! Gaan we hem nou volleggen met snoepjes? Oké. Okay. Hey, maar wacht. We hebben deze nog niet gebruikt. Ik ga die echt niet in mijn living zetten. Nee, maar die kunnen we wel gebruiken om alles nog een beetje op te vrolijken. Als er dan allemaal beeldjes bij komen, dan is er minder plek voor de snoepjes. Ja. Ik zal er vast een paar zelf nemen dan. Het is feest. Oma, deze is voor jou. Dus denk eraan, je kan altijd eens in de prullenmand duiken. En iets opnieuw gebruiken. En volgende keer knutselen we weer iets anders in elkaar. Ja.